De groei in onze beide afzetmarkten neemt stapje voor stapje toe. Bij Food Retail zien we een groeitempo wat vergelijkbaar is met dat van vorig jaar, waar we bij Food Service een versnelling zien ten opzichte van 2015. De omzet van de groep nam met 6,3% toe tot 1,4 miljard. Autonoom nam de omzet toe met 1,6%. De netto winst bleef met 28 miljoen net wat achter bij vorig jaar. De omzetontwikkeling heeft natuurlijk positief bijgedragen aan de resultaten, maar we hadden ook te maken met de acquisitie- en integratiekosten van de acquisities eerder dit jaar en de opstartkosten voor onze activiteiten voor Sligro in België. Die voorbereidingsactiviteiten voor Sligro België gaan nu volop door en wij verwachten voor de zomer van 2017 de deuren te openen van onze eerste locatie in Antwerpen. Bij MT hebben we nu drie bestaande vestigingen omgebouwd naar het nieuwe 3.0-format en bovendien hebben we drie vestigingen toegevoegd aan ons netwerk. Tegen het einde van het jaar verwachten we 15 vestigingen in totaal omgebouwd te hebben in de nieuwe formule. Bij Sligro gaan we verder met de uitrol van onze 3.0 formule. Later dit jaar vertalen we dat voor het eerst naar een kleinere type 1 vestiging van Sligro. Bovendien zullen we in de tweede helft van het jaar de livegang zien van ons nieuwe Sligro online bestelplatform en de opening van ons inspiratiecentrum Zin. Zoals gebruikelijk geven wij geen concrete voorspellingen voor de jaarresultaten van Sligro voetgroep. Wel verwachten wij dat onze beide afzetmarkten zich in de tweede helft van het jaar positief zullen ontwikkelen, al hebben we dit jaar geen 53ste week. De resultaten van Sligro Food Group zullen op korte termijn nog wel beïnvloed worden door integratiekosten en de opstartkosten van onze activiteiten voor Sligro in België. Maar dat noemen wij bouwen aan de toekomst.